De oefening reeks 15.3 gaat over het maken van grafieken. We beginnen met 15.3.1, eenvoudige grafieken. Ik heb een werkblad met allerlei gegevens over de levensverwachting tussen 2000 en 2009 van zowel mannen als vrouwen. Het gaat erom om een lijngrafiek te maken. Ik ga eens eventjes kijken. Dat zijn de volgende grafieken die we moeten maken. Ik kijk ook even naar de oplossing. Dus ik heb een PDF-document er altijd bijgevoegd. Dit is het eerste werkblad dat we moeten maken. Deze lijngrafiek gaan we moeten bekomen met de levensverwachting tussen mannen en vrouwen. Goed, die gaan we bouwen. Zorg altijd dat je alles selecteert wat uiteindelijk in de grafiek verwerkt zal moeten worden. Zo, je selecteert alle gegevens, drukt op het knopje van grafiek. Ik druk op grafiek. Ik haal de wizard er eventjes bij, stond op mijn tweede scherm. Ik heb geen kolommengrafiek nodig, maar ik heb een lijnengrafiek nodig. Niet alleen de puntjes, maar puntjes en lijnen. Je gaat zien dat die al een beetje begint vorm te krijgen. Dit soort grafiek heb ik nodig. Terug op volgende. Ik ga wel even duidelijk aan mijn grafiek zeggen dat hij moet vergelijken tussen verschillende rijen. Mannen en vrouwen gaan vergelijken met elkaar. En niet de kolommetjes apart. Dus nu staat hij nog data gesorteerd in kolommen. Dat moet eigenlijk zijn data reeks staat in rijen. Dus dat gaat aanpassen, ga je zien. Dan krijgen we eigenlijk, je ziet het nog niet zo duidelijk, hè, maar drie lijnen. Rij 11 blijkbaar, mannen en vrouwen. Dat wil zeggen dat hij probeert rij 11 ook in de grafiek te steken. 2000, dat klopt ook. Rij 11 begint aan 2000. Dus dat is niet de bedoeling. Rij 11 is eigenlijk een rij met allerlei... eigenlijk maakt dat deel uit van onze legende. Eigenlijk zijn dat geen gegevens in de grafiek moeten, maar dat zijn de labeltjes en de verschillende jaren. Dus we duiden ook aan dat de eerste rij labels zijn. Net zoals de eerste kolom ook labeltjes waren. Dus ik heb die twee aangeduid. En we zien dat de grafiek eigenlijk begint vorm te krijgen. Druk op volgende. Dit derde tabblad hebben jullie nooit nodig. Dat is als je specifieke bewerkingen nog op de gegevensbereiking gaat uitvoeren. Maar dat doen wij niet. Dus drukken we door naar het laatste tabblad. Vier. Nog wat elementjes toevoegen. Zoals bijvoorbeeld de titel. En de titel was levensverwachting. Je zou de legende kunnen gaan aanpassen. Maar we laten die gewoon aan de rechterkant staan. Hier komt de titel erbij. Drukken op finish. Kunnen de grafiek verplaatsen naar waar dat we graag wensen. Zo, wat ik meestal wel doe, zie dat als ik er buiten klik, verandert mijn paneel van boven. Dus ik druk meestal de grafiek wel een keertje aan, rechtermuisknop line, of lijn bij jullie. Ik zet er een lijn rond, oké, ik vind dat dat al wat duidelijker overkomt als grafiek. Eens even kijken hoe dat die had moeten zijn. Oranje met diezelfde lijntjes, 2000 tot 2009. Levensverwachting, ik denk dat deze al af is. Ga naar het volgende tabblad, bevolking per gewest. Hier moeten we blijkbaar een kolomdiagram maken dat een vergelijking maakt tussen van de bevolkingsaantallen per gewest en per geslacht. Dit is de informatie die we nodig hebben, dus we gaan alle informatie aanduiden. Ik ga je het voorbeeld hier laten zien. Hier, zo gaat hij eruit zien. Ik heb wat opmaak blijkbaar aangepast, dus ik ga dat ook doen. Ik zie ook dat het een 3D-kolom grafiek is, dus ook dat ga ik onmiddellijk aanpassen. Goed, hier zitten we. We drukken op het knopje van de grafiek. We krijgen een voorbeeld van een grafiek, dat ziet er al redelijk goed uit. Ik moet gewoon nog aanduiden dat het een 3D-look krijgt. Voilà, dan wordt dat een 3D-weergave. Drukt op volgende. Hier hoeven we niets aan te passen. Mannen en vrouwen in Vlaams gewest. Ja, dat klopt. Deze twee zijn al aangeduid. Next. Of volgende bij jullie. Next. En nog een titeltje erbij. De titel is hier inwoners per gewest. Dus we geven hier inwoners. Oei. Inwoners en daar geven per gewest. Als je even wacht, dan gaat hij dat hier doorvoeren. Zo, voilà, daar is hij. Drukt op finish. Zo, ik ga misschien voor jullie zelfs wat inzoomen. Ik ga er een lijn rond zetten. Dat doe ik eigenlijk altijd. Oké, zo. Eens even kijken of die nog wat afwijkt. Ah, de legende had van onder moeten staan. En wat zie ik er van boven? Inwoners heeft een andere opmaak, dus dat ga ik ook aanpassen. Dus de legende. Ik dubbelklik eerst op de grafiek voor in de grafiek te komen. Ik kan dan nog met één keer klikken het onderdeel aanduiden. Je ziet iedere keer als ik klik gaat er een ander onderdeel aangeduid worden. Dus ik selecteer eerst de legende. Dan kan je erop dubbelklikken en dan kan je de eigenschappen gaan aanpassen. Wat hadden we nodig? De position bottom. Dus die gaat naar onder moeten verschuiven. Gaan eens eventjes kijken bij de fonts. Ik denk dat het bold en italic was, maar zeker outline en shadow. De kleur was paars, of magenta is misschien wat te sterk. Purple one. Zal het
lettertype ook een stukje groter maken. 16. Ja. Zo ziet het er ongeveer naar uit. Ja, het is wat donkerder paars, maar dat maakt nog niet zoveel uit. Druk op oké. Oei, ik heb dat verkeerd gedaan natuurlijk. Ja, dat moest niet hier gebeuren. Ik ga even ongedaan maken. Dat moest niet bij de legende. Ik heb mij vergist. Dus ik kan wel zeggen dat die onderaan moet. En die moet gewoon in het vet zo een beetje groter maken. 12, oké. Voilà, mannen, vrouwen. Dus zo moest dat stukje zijn. En van boven inwoners moest die speciale opmaak krijgen. Dus ik dubbelklik op mijn grafiek. Dubbelklik op het woord inwoners. En als ik dan... Ik moet er... Ja, dat is omdat het een titeltje is, dan wil je dat niet op die manier doen, dus dat doe ik altijd via opmaak en dan opmaak selectie. Komt hetzelfde neer natuurlijk, komt op hetzelfde vakje uit. Dus dat was wel bold italic, ik maak dat 20 groot, dus misschien te groot, 18 groot. Ik ga zeggen outline shadow en een paarse kleur, we gaan het daarbij houden, we drukken op oké, we pakken de titel nog vast en slepen hem naar de rechterkant en zo krijgen we eigenlijk de opmaak te zien zoals die hier stond. Bold had ik niet hoeven doen, maar op zich maakt het niet uit. Zo, dat is die grafiek. Op naar de volgende. Oké. Laatste grafiek hiervan, van deze oefening. Even doorscrollen. Dat is een cirkeldiagram. Ook in 3D, waar een stukje van de taart uitgesneden is. Ik zie een titeltje vakantiebestemmingen. Die gaan we maken. Dus ik duid al mijn vakantiebestemmingen aan. Ik heb een grafiek nodig, niet van het type kolom, maar van het type taart. Ook dit was een 3D tekening, dus ik druk 3D aan. Je zou hier nog wat mee kunnen spelen. Simpel gaat zo wat schaduweffecten wegnemen. Eigenlijk is dat soms wel duidelijker. In mijn voorbeeld heb ik dat laten staan, maar ik ga het nu eens op simpel laten staan, gewoon voor de duidelijkheid. Volgende, hier zijn alle reeksen al juist. Ik heb alleen maar een kolom als label. Volgende, hier hoef je niets te veranderen. Ik heb als titel nog nodig vakantiebestemmingen. Dus het is vakantiebestemmingen. En zo. Even wachten, dan gaat die verschijnen. Zo, daar is die. Druk op finish en we kunnen onze grafiek eigenlijk verder gaan afwerken. Gaan we proberen wat groter te maken, zodat je dat wat duidelijker ziet. En zo, en zo. Zodat we daar wat duidelijker in kunnen werken. Die vakantiebestemmingen, dat mocht naar de rechterkant, zag ik. En dan moet ik hier nog wat aan gaan wijzigen. Je zag dat de 3D-tekening wat gekanteld was en dat er een stukje los was. Dus dat ga ik eerst doen. Ik dubbelklik. Oei, sorry. Ik zorg dat. Excuseer. Dat dit deel geselecteerd is. Dus dat blauwe stukje. Zo, dat zie je aan de vulgreep. En dan kan je dat vastpakken. Klein beetje naar linksboven schuiven. En dan komt dat los van de grafiek eigenlijk. Zie je? Dan haal je het, zo haalt het er een stuk uit. Als ik hier ongeveer klik. Omdat het een 3D-teken is, krijg je van die rode vulgreep, als je die vastpakt, dan zou je ermee kunnen gaan draaien en krijg je een gedraaid effect. Hier kan je ook wat aanpassingen doen, zodat hij zich gaat terugdraaien. Dus hier is wat gekanteld, klik er terug buiten om daar terug vanaf te zijn. Wat zie ik wel nog? Hier aan de binnenkant, staan de waarden die we hier in het kolommetje B hadden staan. Dus die wil ik er nog bij hebben. De eenvoudigste manier om dat te doen is in het midden van je diagram te klikken. Dan krijg je de datapunten, of de gegevenspunten. Dan kan je een rechtermuisknop doen en kan je zeggen, ga die als labeltjes toevoegen. Dus ik doe insert datalabels en die labels staan er dan bij. Nu, de opmaak is nog niet juist, dus nu kan je die terug selecteren. Dubbelklikken en dan kan je de opmaak hiervan gaan veranderen. Datalabels kan je bijvoorbeeld gaan draaien. Dus hier zien we dat die gekanteld zijn, die gegevens. Dus dat ga ik ook eens doen. Dus ik ga ongeveer 50 graden of zo aanhouden. Dat is nu niet zo heel belangrijk. En waar gaan die moeten staan? Hier staat bij placement best fit. Ik ga ze een keertje kijken. Ik denk als ik inside klik, dat die aan de binnenkant van de cirkel gaan staan. Dus ik druk eens op oké. Voilà. Dus die zijn doorgevoerd. Ik ga nog eens dubbelklikken om te kijken of ik bij font effect de outline kan aanduiden. Misschien een tikkeltje groter maken op 11. Oké. En je gaat zien die waarden die staan er nu. Aan de binnenkant ingezet. En volgens mij lijkt de grafiek op wat dat we nu ongeveer moeten hebben. Ja, hij mag nog meer gekanteld enzovoorts, maar dat is wat uitzoeken, wat verder zoeken. Dat waren eenvoudige grafieken. Nu gaan we één oefening maken. Don't save. Op iets geavanceerder, maar nog steeds goed doenbaar. Ik ga het PDF-document ook openen, zodat je de oplossing ziet. We hebben bevolkingsvooruitzichten van 2000 tot 2050. Per leeftijdscategorie eigenlijk en dan een totaal. Als ik naar beneden scroll, gaan we een eerste grafiek moeten zien. Een lijngrafiek over de evolutie. Die oefening gaan we eens maken.
Zo, bevolkingsvooruitzichten.ys. Maak de volgende grafiek. Een grafiek die de evolutie toont van het totale aantal inwoners over de verschillende jaren. Dat wil zeggen dat ik de jaren ga nodig hebben en de totale. Nu, uit vorige oefeningenreeksen weet je dat je de controltoets kan inhouden als je verschillende bereiken wil gaan selecteren. Zo. Als je dat niet doet, dan lukt dat natuurlijk niet. Dus ik duid mijn eerste rij aan. Ik hou de controltoets in en duid mijn totale aan. Die twee ga ik verwerken in een grafiek. Dus ik druk op grafiek. Ik haal de wizard een beetje aan de kant, zodat ik dat nog goed kan zien. Ik had een lijngrafiek nodig. Een lijngrafiek met punten en lijnen. Ik ga ook zeggen dat die lijngrafiek een beetje smooth mag zijn. Dus dan mag ze wat afgerond worden. En dan gaan we ermee aan het werk. Next. Mijn gegevens staan niet in kolommetjes, maar staan in rijen uiteraard. Dus ik krijg al een iets duidelijkere weergave. Ik moet ook laten weten dat mijn eerste row labels zijn. Dus ik duid mijn labels ook nog aan. Voilà. En ik krijg al de grafiek die, die toch wel overeenkomt met de oplossing. Hier zie je de oplossing staan. Ik heb nog titels, dat kan ik nu al zien. Evolutie, aantal inwoners, dus dat ga ik onthouden. Volgende. Evolutie, aantal inwoners. Zo is het. Een legende heb ik eigenlijk niet nodig. Row 8, dus ik doe de legende uit. Heb ik niet nodig. Heb ik iets meer plaats voor mijn tekening te zetten. Ik druk op finish. En ik ga, als alles goed is, een afgewerkte grafiek krijgen. Eventjes erbij zetten. Zo. Ah, wat valt mij wel op? 2000 tot 2050 is goed. 9,8 miljoen. 9,8 miljoen, dat is ook goed. Nu kan je eigenlijk zien hoe dat mensen soms grafieken gaan manipuleren. Hè, of grafieken gebruiken om een vertekend beeld te geven. Als ik die grafiek nu smal maak, zelfs eens gewoon smaller slepen, dan lijkt het alsof die evolutie eigenlijk snel omhoog gaat. Terwijl we een periode van 50 jaar eigenlijk overbruggen. En toch lijkt dat snel te zijn, omdat ik die grafiek gewoon zo smal maak dat die lijn zich sterk moet doen stijgen. Als je diezelfde grafiek gewoon breed uitsmeert, lijkt het alsof gewoon dat alles gemoedelijker gaat. Dus die stijging veel zachter is. Dus moest je grafieken zien op een presentatie of moest iemand je iets laten zien, dan moet je eigenlijk altijd goed naar de grafiek kijken. Wat staat er juist? Wat zijn de gegevens? Geeft het mij een realistisch beeld? Want je kan door gewoon die grafiek wat te versmallen, het doen lijken alsof iets veel sneller gaat dan het in het echt gaat. Hè. Dus met grafieken moet je altijd goed opletten. Er is eigenlijk heel veel mee te bewijzen. Een tweede grafiek die we moeten maken. Een grafiek die een verdeling toont van het aantal inwoners per leeftijdscategorie, maar dan alleen over het jaar 2010. Dus 2010 met die gegevens en die leeftijdscategorie. Dus even kijken, in mijn voorbeeld is dat een cirkeldiagram geworden. Ook in 3D zie ik met de legende wat anders, dus ik ga dat wel aanpassen. Ik duid het stukje nodig dat ik, of aan dat ik nodig heb. Hou de controltoets in, ook voor mijn A-kolom met de informatie. Druk op cirkel, of op diagram. Kies een cirkeldiagram, kies ook 3D look, zo zal het zijn. Ja, komt er ongeveer overeen. Druk op next. Eens even kijken, de eerste kolom is een label. Dat klopt ook, hè. Dat ziet er toch zo uit. Ja. Oei, waar is mijn oefening? Daar. Dus we gaan dat zo houden. Next. Next. Als titeltje moest er staan aantal inwoners. En 2010 zie ik ook staan, dus dat ga ik er ook bij doen. Ik heb misschien de legende nog ergens staan. Nee. Dus inwoners. Oei, ik had natuurlijk bij de vorige kunnen aanduiden. Sorry, hier, dat mijn eerste rij. Ik heb 2010 ook meegeselecteerd. Mijn eerste rij een labeltje is. Dat had ik natuurlijk kunnen doen. Next. Next. Had je ze niet geselecteerd, was dat niet nodig geweest natuurlijk. Hè. Inwoners 2010. Dacht ik dat de titel was. Ah, aantal inwoners. Dus dat ga ik aanpassen. Aantal inwoners van 2010. Druk op finish, dan heb ik mijn grafiek. Ik zal ze wat aan de kant slepen. Ik zal ze wat groter gaan maken, zodat we daar wat duidelijker in kunnen werken. Dat aantal inwoners, dat stond, als ik me niet vergis, aan de linkerkant samen met de legende. Dus dat had ik ook kunnen aanpassen. Dus dit kan ik sowieso onder links slepen. Dan ga ik eens dubbelklikken op de legende. En dan ga ik bij de positie zeggen dat jullie aan de linkerkant moeten gaan staan. Zo, dat springt dan naar die kant. Die 2010, die mag hier ergens van onder komen, heb ik gezien. Ik ga mijn grafiek proberen zo. Ah, omdat het een 3D-grafiek is, gaat hij zich niet gemakkelijk willen doen vergroten.
Nog eens klikken, zo. Die wordt naar hier. En dan proberen te verplaatsen. Meestal gebruik ik dan de pijltjes op mijn toetsenbord. Zo, dan kan je die verplaatsen. De legende moest opgemaakt worden. Een rode rand, een grijze achtergrond en wat andere fonts. Dus dubbelklik. Ik ga bij de borders kiezen voor een lijn. Een rode lijn, zoiets. Mag iets dikker zijn, heb ik gezien. Als achtergrond neem ik als kleur lichtgrijs. Bij de font, we gaan die gewoon wat groter maken. Dat is misschien voldoende. 16. En bij de font effecten ga ik het uitlijnen aanzetten. Druk op OK. Ik krijg mijn legende. Ik ga die wat smaller maken. Zo. Zo. Voilà. Dat is ongeveer zoals die er hier uitzag. Dat mag nog iets groter en zo, maar niet op. Goed, aantal inwoners had dat ook een speciale opmaak. Ja, cursief en onderlijnd. Dat is snel gedaan natuurlijk. Dus aantal inwoners, format, selectie. Even kijken, italic groter. En dan bij font effecten ga ik het onderlijnen op dubbel zetten. Was het dat? Ja, dat is het. Druk op OK. Voilà, daar staat die aantal inwoners. En even kijken, die 2010 was gewoon wat vet en cursief, heb ik gezien. Dus format selectie. Vet en cursief. En ook ietsje groter, 14, zoiets. Dus even kijken naar mijn cirkeldiagram zelf. Ah, hier zie ik dat de waarden, de labeltjes daar nog in vermeld moeten worden. Die procenten, dat is nog een foutje van mij, dat moet er nog uit de oplossing. Die procenten komen eigenlijk nergens van, dus die mogen zeker weg. Dus ik ga één keertje klikken, je ziet de datapunten verschijnen. Ik kan de rechtermuisknop doen, insert de data eigenlijk als labeltjes. Ze staan op de verkeerde plaats, dus ik ga die weer aanpassen. Ik kan erop dubbel klikken en zeggen de datalabels moeten bijvoorbeeld in het midden staan, dus center, om het echt helemaal in het midden te krijgen. En dan gaan we eens bij de font effecten dat weer op outline zetten. Ietsje groter natuurlijk, anders zijn ze moeilijk leesbaar. 14 bijvoorbeeld, oké. En de waarde staat in mijn grafiek. Ik denk dat dat ongeveer de opmaak is die ik voor ogen had. Zet er nog snel een lijn rond. Oké. En even vergelijken. Ja, dat ziet er goed uit. Die grafiek eventjes aan de kant. En dan eens laten zien zo, wat we opnieuw nodig hebben. 3. Een grafiek die de aantallen vergelijkt per leeftijdscategorie voor de verschillende jaren. Dus de aantallen per leeftijdscategorie. Hier. Over de verschillende jaren. Dat wil zeggen dat we een groot stuk van die data nodig hebben. Dus even kijken naar de grafiek. Een cilindergrafiek eigenlijk. Een kolomgrafiek in de vorm van cilinders. In 3D zie ik ook. Met een titeltje. De legende van onder. Okay, dat zijn van die dingen die mij al in het begin opvallen. Dus ik heb heel wat gegevens nodig. Zo. Ik duid mijn grafiek aan. Kolom is juist. Maar ik ga bij 3D. Ik zal het ook proberen aan de kant te zetten. Zo. Ik ga bij 3D ook zeggen dat het een cilinder is, zo. Hij gaat zich al wat aanpassen. Nu gaan we de gegevens nog wat moeten verwerken. Dus ik druk op volgende. De gegeven reeks, de eerste rij zijn labeltjes, zo. En hij moet natuurlijk de data in rijen gaan vergelijken met elkaar, zo. Volgende, hier hoeven we niet te veranderen. De titel was Evolutie door het jaar heen. Misschien kan ik die wel copy-pasten. Kopiëren, ja, dat is handig. En hier waarschijnlijk gaan plakken. Zo, dat maakt het voor mij wat gemakkelijker. Even wachten en dan komt die titel van boven. Ik had ook gezien dat de legende van onder moest. Dus ik zet bottom. Jullie zetten van onder finish. Ik heb al een eerste grafiekje klaar. Ik zal hem weer wat vergroten, zodat jullie een duidelijk beeld krijgen. Evolutie door de jaren heen. Ook hier is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Tot 6 miljoen. Zo, eigenlijk lijkt de grafiek nu al klaar. Een lijntje er rond. Eerst er buiten klikken. Zo. Lijntje. Lijn er rond. Oké. Nu liggen al die drie grafieken boven elkaar. Dus je kan er eentje van boven leggen door hier bring to front of naar de voorgrond te brengen. Maar het laatste wat dat hier stond, dat zal ik even laten zien. Bring to front. Slaat de drie grafieken telkens op een afzonderlijk werkblad op. Je hebt gezien dat ik de grafieken maakte binnen dat tabblad met alle gegevens. Ik vind het gemakkelijker om te kijken, om eventueel te vergelijken en te kijken. Dus ik maak altijd mijn grafieken op dat eerste tabblad met alle data op. En dan pas ga ik die verplaatsen. Dus ik zou nu
drie sheets kunnen bijmaken. Ik geef die een nieuwe naam, evolutie bijvoorbeeld. Dat zou de eerste moeten zijn. En dan kan ik mijn eerste grafiek gaan nemen, rechtermuisknop knippen. En bij evolutie rechtermuisknop plakken. En dan ga je zien, daar staat mijn grafiek. Zo. Je zou hier van de achtergrond op een grijze kleur kunnen zetten. En dan krijg je echt een mooi beeld van de grafiek. Net hetzelfde voor de andere grafieken. Deze bijvoorbeeld zal deze nu eens pakken, de derde. Knippen. En op dat laatste tabblad zou je hem gaan plakken. Je kan hem zo groot maken als dat je zelf wilt. En door de achtergrond een kleurtje te geven, komt dat contrast eigenlijk veel beter uit. Dan heb je een mooie grafiek. Zo, oefening op grafieken. Het duurde wat langer, maar er is ook wel wat uitleg bij. Nu is het aan jou.